Hartelijk welkom hier in het mooie Kuik. Met name alle genodigden die voor deze gelegenheid naar deze bijzondere plek zijn gekomen. Die heet ik van harte welkom. Het dagboek van Anne Frank bestaat al ruim 80 jaar. Een dagboek dat wereldwijd bekendheid kreeg omdat het symbool staat voor het individuele, zeer persoonlijke lijden van een Joods meisje dat, zoals bekend, uiteindelijk de oorlog niet zou overleven. Antisemitisme was, is en blijft waarschijnlijk een groot maatschappelijk probleem. Maar nooit trad het zo verwoestend aan het licht als in Duitsland tijdens de nazi-tijd. Daarbij beperkten zich de gruweldaden tegen 6 miljoen Joodse mensen niet tot de Duitse grenzen. In Kuik woonden ten tijde van de Tweede Wereldoorlog 21 Joodse mensen. Van deze 21 wisten 8 de gedwongen reis naar deportatie te ontlopen. De overige 13 vertrekken, onwetend van wat hen te wachten staat, naar de kampen in Vught en Westerbork. Plots lijken we ons te beseffen dat de kans dat we nog verhalen kunnen horen van hen die het persoonlijk meemaakten, af gaat lopen. De kans dat er nog foto's, voorwerpen, dagboeken of andere zaken boven water komen steeds kleiner wordt. Daarom zien we hier, voor het huis, parallelweg 49, twee struikelstenen liggen. Zij zijn monumentjes om het lijden van de Joodse bewoners Jacob Andriessen en Henriette Andriessen van Baren nooit te vergeten. Jacob Andriessen en Henriette Andriessen van Baren hadden 2 kinderen die destijds niet meer thuis woonden. Zij werden beide vermoord op 14 mei 1943. Op 2 struikelstenen zijn hun namen aangebracht voor het huis waar zij hun laatste levensdagen in Kuik doorbrachten. Struikelstenen. Niet om echt over te struikelen, maar om over te struikelen met je hoofd en hart. En om voor te buigen, omdat je anders hun namen niet kunt lezen. Ik hoop dat heel veel passanten over hun trieste lot mogen blijven struikelen. Met het hoofd en met het hart. Opdat wij niet vergeten. Ongeveer op deze plek stond het huis van de familie Andriessen. Het huis had de voordeur destijds aan het pad dat nu Molenpad heet. Hier woonde de Joodse familie Elkan Andriessen samen met zijn vrouw Elisabeth Andriessen van Os. Zij doken met hun dochter onder bij de familie Smits in Vianen. De andere kinderen woonden niet meer thuis en zijn vanuit hun woonplaats elders gedeporteerd. André Andriessen was verhuisd naar Amsterdam en is daar opgepakt. Hij was het eerste lid van de familie Andriessen die naar Westerbork ging. Ik lees nu de letterlijke tekst van een brief voor die door André werd verstuurd. Lieve moeder, vader en Hugo, over een paar uurtjes gaan we op de trein. Er was niets aan te doen. We hopen nu maar dat we bij elkaar kunnen blijven en dan slaan we ons samen wel doorheen. U weet, ik heb er nooit veel over gepraat, maar ik vond dat ik het uitstekend getroffen had met mijn ouders. Ik hoop dat ik geen slechte zoon ben geweest. Nu, vader en moeder, laten we hopen tot ziens. We houden de moed erin. Nogmaals, bedankt voor al het goede wat u voor me gedaan heeft.
Veel liefs en tot kijk. André Mark, Elisabeth Sarah, Hugo Andriessen. Hun betrekkelijke anonimiteit is vanaf vandaag opgeheven. Ik hoop dat veel passanten over hun trieste lot mogen blijven struikelen. Met het hoofd en met het hart. Opdat wij niet vergeten. Beste mensen, we zijn nu aangekomen op de locatie Maastraat, in de buurt van het huis van de Joodse familie Cohen. Dit gezin had naast het voormalige gemeentehuis een slagerij. De 8 gelegde struikelstenen hier zijn een blijvend gedenkteken voor een herinnering aan deze familie. Op 26 augustus 1942 worden Simon Cohen, Gertuy Cohen, Sientje Cohen, David Cohen en Benjamin Cohen opgehaald en naar kamp Westerbork gebracht. In oktober besluit zoon Bram dat het beter is om onder te duiken. Het gezin vindt onderdak in het Limburgse Siebengewald. Zij worden gezien en raken verspreid. Bram en zijn vrouw Sophie Stranders vinden onderduikadressen in Blitterswijk en ze verblijven tot het einde van de oorlog in Eindhoven. Dochter Margaretha van bijna 3 verblijft in Siebengewald en zoon Jaap van ruim 4 komt als Rotterdamse Jantje Kooijmans in Afferden terecht. Bij de familie Cohen was ook Henriette Cohen de Vries opgenomen. Zij woonde in Duitsland en dacht in Nederland veilig te zijn. In 1943 overleed zij op 82-jarige leeftijd in deportatiekamp Te Vught. Tot slot lees ik een gedicht voor van Jeffrey van Genen, stadsdichter van Gouda. Wat kan het kwaad? Wat kan het kwaad? Wanneer wij vergeten, niet meer willen weten wat er met wie is gebeurd. Als we niet stilstaan, maar op weg naar baan of studie, over struikelstenen stappen en gedenktekens niet lezen, want daar zijn er al zoveel van. En we komen tijd tekort, in al onze haast, verslijten de verhalen tot er niets meer van beklijft, tot er niets meer overblijft dan een oppervlakkige special op tv, zo rond 4 mei. Als wij geschiedenis vergeten, dan kan het kwaad twijfel zaaien. Woorden verdraaien, harten verstenen, schouders ophalen om de verdwenen namen en de verdwenen verhalen en ons slapend klaarstomen voor de herhaling, opdat wij niet vergeten. Wil ik de wethouder vragen om nu de struikelstenen te onthullen? Ha ha ha.